tijd voor de bekendmaking van het doelpunt van de maand augustus. Op Facebook is er in grote getale gestemd en daaruit is de volgende top 3 gekomen. Op nummer 3, de tweede van Kesper Dolberg tegen Roda JC. Dolberg, wat een mooi doelpunt. Klasse treffen van Kesper Dolberg. Op 2, Nemanja Gudelje tegen Go Ahead Eagles. Wordt Gudelje dus en een hele fraaie vrije schop voor de 0-3 in de beslissing in deze partij. En de eerste maandwinnaar van het seizoen is Vaslav Černý. Dankelui met het paasje naar Černý en hier komt zijn mooiste goal van de avond. Snel gedraaid en met rechts, hard in het dak van het doel. Een hat-trick voor Vaslav Černý. Vaslav, alle stemmen zijn geteld en jouw doelpunt tegen Den Bosch is verkozen tot mooiste van de maand augustus. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is maar tweede al. Ik ben gewoon alweer blij mee. Want die tegen Celtic ook verkozen tot doelpunt van de maand. Ja, dit is inderdaad de tweede. Klopt, ja. Dit was ook wel een mooi goal. Dus wat ik zei, ik ben wel blij met een mooie prijs. Weet je meteen voor welke die is? Ja, het is volgens mij de derde van de wedstrijd. Dat was een hat-trick. Kon niet anders, hè? Was de mooiste? Ja, zeker. Ik vond hem wel de mooiste van de drie. Mooie bal van Mauro tussen de linies naar Damiel. En Damiel steekt hem naar mij. Ik kon eigenlijk al 1-op-1 tegen keeper, maar ik ging een beetje wachten. Tot de verdediger komt en ik ging hem 1 keer kappen. En dan een tweede keer. En hij zat wel lekker in met mijn rechterbeen in de kruising. En waarom wacht je dan? Nee, ik nam hem uiteindelijk zo aan dat ik moest wachten. Nou, ik heb het op zich wel goed opgelost. Dus hij zat wel lekker in, ja. Het is voor jou wel een prijs in Jong Ajax. Je hebt natuurlijk geroken aan Ajax 1. Hoe is het voor jou om nu weer even te beginnen bij Jong Ajax om die stap terug te maken? Kijk, ik speel gewoon mijn wedstrijden. Ik maak gewoon minuten. En ik weet wie dat is. Het is de nummer 2. Ja. Hé, hey, nummer 2. Gefeliciteerd, man. Ja, ik ben het tweede geworden, hoor ik. Thanks, man. Dank je. Ja. Is het terecht, Nemanja, dat jij tweede bent en hij eerste? Kan je ermee leven? Ja, moeilijk te zeggen, maar ik kan er wel mee leven. Ik zag zijn goal, hij was mooi. Mijn was ook mooi. Alleen, ik moet zeggen, 3 keer een man uitkappen is knap. Ja. Volgende keer jij dan. Dat bedoel ik. Komt goed. Dank je wel. Alsjeblieft, dank je. Ja, wat ik zei, omdat ik al... wedstrijden heb gemaakt bij Ajax en dan wil je gewoon zoveel mogelijk daar spelen. Maar als het niet kan, als de trainers denken dat ik bij Jong moet spelen, dan ga ik het gewoon doen en ga ik mezelf laten zien, proberen te laten zien. Als je dan zo scoort, is dat een stuk makkelijker, denk ik. Ja, dan is het wel een mooie antwoord dat ik gewoon mijn best daar doe en dan denk ik dat het goed zo goed is. Nou, de prijs is in ieder geval heel erg verdiend. Wat ga je ermee doen? Ik ga hem zeker bij mijn woonkamer. Ik heb zo'n mooie kast daar, een grote kast voor prijzen. Dus hij krijgt een mooie plekje daar. Vaslav Černý is dus de eerste maker van het doelpunt van de maand in het nieuwe seizoen. En de winnaar van 2 kaarten voor Ajax PEC Zwolle is Mika Jansen. Gefeliciteerd, we zien je op de 24e in de Arena.